En een dikke papaas. Even. Oeps. Ik ben helemaal verwend door de paashaas. Ja. Ja. Nou ga jij even stoppen. Oké, okay, we gaan even stoppen. Oké, okay, jongens, we gaan nu een TikTok maken, want Pip heeft natuurlijk zijn eigen TikTok-kanaal. Kijk dan. Pip, kijk dan. Pip. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Ramon en jij bent... Pip! Ja, en eindelijk weer een nieuwe video van jou. Ja, de bakken. We zijn van de bakketjes, maar Pip heeft natuurlijk haar eigen kanaal. En hebben we de laatste tijd niet zoveel video's gemaakt met Pip. Maar vanaf nu gaan we weer een video van... Ja. Van Pipje gaan we doen. Ja. Hé, maar Pip, luister. Wat voor leuks was er gebeurd? Wie hebben wij gezien? Zagen wij een hele grote? Wat zagen wij? Weet je dat ook? Een konijn. Grote konijnen. Ja, en waarom doe je nou zo verdrietig? Ja, ze missen. Dus ik weet niet of jullie de video hebben gezien op het kanaal van de bakketjes. Maar er was hier een mega grote paashaas, zoals hier. En Pip was er helemaal verliefd op. Maar toen ging de paashaas weg. En waar is hij nou? Mogen we dat? Ja, ik heb beloofd dat binnenkort de paashaas komt. En misschien komt hij nou wel tevoorschijn. Kijk goed naar het schermpje, Pip. Kijk eens even. Kijk daar eens aan. Kijk eens. Oh, daar is de paashaas weer. Kijk eens kijken. Ah, kijk eens. Wie is dat? Martinijn. Ja, en jij wil heel graag dat hij komt, hè? Oké, Pip, maar luister, het is nu ochtend. Zullen wij het doen dat we de hele dag met de paashaas gaan doen? Paashaas, wil jij de hele dag samen met Pipje? Echt, Pip, gaan we dat doen? Oh, Pipje, zeg maar yay! Wat zouden we nu, het is nu ochtend, we moeten eigenlijk even eerst eten. Ja. Wat zouden we nu met de paashaas kunnen gaan doen? Heb jij een idee, paashaas? Oh, de paashaas heeft een idee, jongens. Oké. Okay. Oh, gaan we cupcakes versieren, Pip? Vind je dat leuk? Wauw, Pip, doe je nou mee helpen? Ja. Oh, goed gekend, de paashaas vindt het goed. Oké, nou wordt het dus tijd om te versieren. Hoe gaan we die versieren? Even. Hops. Wat? Een dikke. Kom, pak hem, help de paashaas. Nou, was de paas op. Oh, Pip. Gekke paashaas. Hele dikke. Pip is druk bezig met de paashaas om cupcakes te versieren. Maar, zoals altijd met Pasen, worden er natuurlijk ook dingen in de tuin verstopt door de paashaas. En dan zag ik net dat de paashaas daar allemaal dingen heeft verstopt. Hoe gaat het hier, Pip? Ja. Gaat goed, paashaas? Pip, volgens mij wil de paashaas iets zeggen tegen jou. Ik denk dat de paashaas iets heeft verstopt in de tuin. Zullen we gaan kijken? Oké. Mag de paashaas niet? Oh, nou is de paashaas verdrietig. Oh, kijk eens, paashaas. Pip heeft gewoon en een cadeautje en paaseitjes. Pip, zullen we eerst kijken wat er nog meer is? Ga eerst zoeken nog in de tuin. Anders geef het aan de paashaas. Houd het paashaas vast voor je. Ja, paashaas. Kip! Een kip! Oh, ik denk dat dit het wel was. Nou, zoals jullie zien is Pip helemaal verwend door de paashaas. Nu jij. Oh, nou, paashaas, die mag je openmaken. Oh, Pip, dan ben je ook een echte paashaas.
Kijk, ze naast elkaar zitten. Oh, mag ik hier een foto van maken, Pip? Oh ja. Yes. Oké, nou, Pip. Dan moet jij springen. Ga daar staan. Oké, dan moet je springen op tijd, oké? 1, 2. Springen, spring. Ik ken niet. Kijk eens wie er weer aankomt met cupcakes. Oh. Kijk. Oké, Pip, welke mag ik? Jij mag verdelen. De papa. Ah, dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe de paashaas dit opeet. De papa. Pip, denk je dat de paashaas daarin past? Ja. Pip, kijk eens. Ja, bukken paashaas. Ja, dat is het oor. Oké. Moet ik helpen, paashaas? En nou van de glijbaan, Pip? Oh, vindt de paashaas eng? Ja, paashaas een beetje dik ook. Dan gaan we twee. Ja, even duwen nog. Ja. 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 Oké, Pip vindt het een beetje eng, maar de paashaas die helpt heel goed mee. Paashaas helpt jou. Die helpt jou heel goed. Hoop ik. Nee, toch niet. Wat ga je nu met de paashaas doen? Papa. Misschien moet je de paashaas gaan zoeken. Ga daar kijken. Ga zoeken. Oké, jongens, de paashaas heeft verstopt. Maar waar zou die zijn? Is hij daar? Paas uit binnen. Papa. Oh, de paashaas rent weg. Ja. En. Oh, gevonden. Woe. Nou, ga jij even stoppen? Oké, waar ga je even stoppen? Oké. Daar zo. Ja, paashaas, je mag zoeken. En de paashaas is gevonden. Hier. Oh. Pip. Oh. Oh, en vriendje voor het leven, jongens. Oeh. Goed zo, Pip. Laat die paashaas maar rennen. Oh. Nou, zoals jullie zien, Pip is nog heel druk met de paashaas aan het spelen, maar het is al bijna avondeten. Dan had ik een idee, misschien wil Pip wel een hele leuke TikTok maken samen met de paashaas. Dat hebben Jesse en Sam ook gedaan, maar misschien wil Pip dat ook wel. Pip, wil jij een TikTok maken met de paashaas? Ja? Oké, kom. Oké, nou, doe je konijnenoortjes op. Oké, jongens, we gaan nu een TikTok maken, want Pip heeft natuurlijk een eigen TikTok-kanaal. De link zie je onder in de beschrijving. Zeker abonneren, want ze maakt hele leuke TikToks. Oh, nou, ze is nu aan het passeren voor de foto. Ja, dan doen we die ene, Pip. Van dit, 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 ja? Ja. Oh, dat gaat lekker. Goed zo doorgaan. Woe. En nou valt het grond ook jij. Oh, boink. Pip is er helemaal moe van, jongens. Konijn wil een high five, maar Pip die is te moe om een high five te geven. Oké, paashaas en konijn. Is hij Pip? Is hij goed zo? Oké, is hij goed? Ja. Ja, is hij goed? Oh. Oké, dan gaan we zo. High five, Jan. Woe. Terwijl de paashaas weer even luchtjes gaan scheppen, want het is nogal warm. Ben ik aan het kijken waar Pip is. En let op, jongens.
Waar is Pip nou? Ik hoor wel een of andere gekraak. Wat ben jij aan het doen, Dassen, met die chocola? Pipje de bakker. Mag jij dat? Hè? Even. Kom je eens eventjes hier? Even. Jij zit gewoon stiekem chocola te eten. Even. Wat heel even? Wil je samen met konijn? Wat samen met konijn? Je bent konijn aan het opeten. En hoe heet die? Pip, wie is het wie aanzet? Kaki. K3. Kaki. Ken je die paashaas, K3? Helemaal uitgeput liggen de twee konijntjes. Nou, ik denk dat we zo lekker gaan eten, paashaas. Eet jij met ons mee? Ja, Pip? Moet de paashaas bij ons eten? Ja. Oké, nou, het is tijd om lekker te gaan eten. Kijk eens, nou, mama was heel even thuis gekomen. Die had lekker dit eten gemaakt. En daarna moest ze toch nog weer wat boodschappen doen. Och, die ja, mama. Nou, ja, kijk dan. Pip, kijk dan. Pip. Ah, doe maar in de mond stoppen. Ah, dat is lief. De hele dag samen met de paashaas en nu tijd om lekker naar bedje toe te gaan. En slapen. En voor het slapen gaan we nog even een boekje lezen. Al wordt weinig gelezen, want paashaas kan niet praten. En dit was het, jongens. Dikke vriendjes. En alweer tot volgend jaar. Wil je nog een dikke kus geven aan de paashaas? Zeg maar tot volgend jaar. Zeg maar doei, doe even zwaaien iedereen, zeg maar doei!